Het kan helaas zo zijn dat SketchUp wel eens uitvalt. Als het nou heel vaak crasht, met name met de Mac, dan zou dat te maken kunnen hebben met de nieuwe grafische engine die SketchUp draagt. Als je dit wil wijzigen, moet je het volgende doen: je bent binnen SketchUp, als die nog niet gecrasht is. En dan ga je naar SketchUp in de bovenbalk. En dan ga je naar Settings. En dan tref je dit scherm aan. Dan ga je naar Graphics. Dan zie je hier de eigenschappen van de, uh, welke grafische instellingen die pakt. En dan klik je hier op Use Classic Graphic Engine. Dan zegt hij, ja, je moet SketchUp opnieuw opstarten om dit uh, goed te laten doorkomen. Dan klik je op OK. Je start SketchUp opnieuw op. En als het goed is na opstarten, doet hij voorlopig weer normaal. Houd de SketchUp Instellingen in de gaten houden, SketchUp updates in de gaten. Helaas kunnen wij hier vandaan uh, weinig betekenen. Behalve dan dit soort informatie aan jullie doorspelen. Zorg ook echt dat je de crash reports naar SketchUp stuurt. Zodat het probleem zo snel mogelijk is opgelost. Nogmaals, vanuit ons ook excuus voor het ongemak. Ik snap de frustratie. We hebben zelf ook een Mac en het gaat wel eens mis. Succes en dank je voor het kijken.